up to this afternoon, 8 terrorists have been killed and 2 members of the security forces killed or died from injuries. General salute! Present! De bloemenmarkt in Salisbury op zaterdagmorgen. De vijfdaagse werkweek zit er weer op en na een week hard werken is er de gezellige ontspanning van het winkelen op de zaterdagmorgen. Alleen 's morgens, want de vrije zaterdagmiddag voor het winkelpersoneel, waar wij nog niet aan toe zijn, is in Rhodesië allang de gewoonste zaak van de wereld. Salisbury is een kleine wereldstad in het hart van Afrika. Je kunt er net als in Nederland alles kopen en net als in Nederland zie je er te midden van veel blanke negers tussen het winkelende publiek. Minder dan je zou verwachten trouwens. Op iedere blanke wonen er in Rhodesië 20 zwarte Afrikanen. Dat klopt niet zo erg met het straatbeeld in Salisbury. Het klopt wel met het economisch beeld, want het zijn de blanken die in staat zijn al die dure dingen in de winkels te kopen. De zwarte zijn over het algemeen aanzienlijk minder kapitaalkrachtig. En zij hebben op zaterdagmorgen weinig te zoeken in die rijke blanke stad. Tenzij als oppas voor de blanke kinderen, terwijl de ouders hun inkopen doen. Er is officieel in Rhodesië geen apartheid. Blank en zwart hebben gelijke rechten. En zolang ze hun plaats weten, geeft dat geen problemen. Bid voor Rhodesië. Er wordt veel gebeden, want de tijden zijn benard en er zijn veel kerken in Rhodesië. Hier bidden de Anglikanen, 100 meter verderop de Rooms-Katholieken en even om de hoek zingen en bidden de Neder-Duits gereformeerden. I must please draw your attention to the prayers for Rhodesia, which will take place for an indefinite period from Mondays until Fridays, beginning on this Monday, and the form will be identical whether you are in this cathedral, in the Roman Catholic Cathedral, in the Presbyterian Church, or the Methodist Church. It will be exactly the same. It will be a period of silence, followed by the Lord's Prayer and the words, Thy will be done. Broederlijk en zusterlijk ontvangt blank van zwart of zwart van blank de communie. Want voor God zijn alle mensen gelijk en in de kerken van Rhodesië wordt die waarheid in het kerkgebouw geen geweld aangedaan. En na de dienst een ongedwongen tee op het onberispelijk geschoren grasveld. Een tee waar de zwarte kerkganger blijkbaar niet zo goed raad mee weet. Hij is er althans niet bij. De gemeenteleden van de Anglikaanse kerk, gezellig bijeen, weerspreken de krantenkoppen over een Rhodesië aan de rand van de afgrond en een blanke bevolking die in angstige spanning de toekomst afwacht. In de villa-wijken rond het centrum van Salisbury is de zondag zo rustig Engels als een zondag maar kan zijn. Wat groeien kan, groeit hier. Bij een dagtemperatuur van 25 graden op een aangename hoogte van 1500 meter.
Babu wandelend met kleine Wim. In de familiealbums van talloze Nederlandse gezinnen zit dit soort kiekjes uit Nederlands-Indië. Lieve plaatjes uit een lieve verleden tijd. Wreed verstoord en voorgoed voorbij. In het Rhodesië van vandaag kunnen die kiekjes nog steeds gemaakt worden. Achter de groene hagen wonen de blanken. Het is niet één soort. Er zijn progressieven en reactionairen. Er zijn lieve mensen en nare mensen. Maar er zijn twee dingen die ze gemeen hebben. Hun huidskleur en hun welvaart. Een blanke welvaart in een arm zwart Afrika. De terrassen van de vele hotels in Salisbury zijn op zondagmiddag goed bezet. Blank bezet. Afgezien van het feit dat de meeste negers geen geld hebben voor een blanke borrel, zijn ze hier ook niet zo gewenst. Ze weten dat en komen niet. Ze hebben hun eigen kroeg. En daar komen geen blanken. Zo is alles toch weer goed geregeld. Een weekend is maar twee dagen lang en op maandag gaat iedereen over tot de orde van de dag. Still leaning over. Stand up straight. Put your head up straight. So. When you wear your cap, you wear it straight. Constable Murangwa sir, from Chacha District, past Form 2-8 St. Peter's Secondary School, and I'm 18 years of age, sir. Greasy. Cracks. Cracks. And what is wrong with that? It is police. Not very good, is it? So. Aan de grenzen van Rhodesië in het noorden en noordoosten met Zambia en Mozambique tasten vrijheidsstrijders, of zo u wilt terroristen, het blanke regime van Ian Smith aan. Ze nemen het niet dat een 250.000 rijke blanken de baas speelt over 6 miljoen Afrikanen. Een klein blank leger probeert de zaak onder controle te houden. Deels met zwarte soldaten. Dit zijn politietroepen die na een training van 6 maanden het leger gaan assisteren. Hoe betrouwbaar ze zijn, weet niemand. Zeker is dat ze vergeleken bij hun zwarte landgenoten materieel in een bevoorrechte positie verkeren. Aan Rhodesië's grenzen wordt het steeds onrustiger. En dus is de pers paraat voor de dagelijkse persconferentie. Today and on each subsequent occasion, I shall deal only with the events that have occurred since the previous briefing. In the operational Hurricane area, that is the northeast of Rhodesia, the following incidents took place. There were 9 mine detonations, 1 store attack, 4 murders of tribesmen, one of whom was beaten to death, 1 was shot, 1 had a stick grenade tied to his head and detonated, and 1 was thoroughly beaten and then shot in the end. Rhodesië is grillig in tweeën verdeeld. De donkere gebieden, het zogenaamde Tribal Trustland, is voorbehouden aan de zwarte bevolking. Die verdeling is pas gemaakt nadat de blanken hun keus hadden gedaan. Het is dan ook niet toevallig dat de zwarte gebieden minder van kwaliteit zijn. Voor de blanken is dat Tribal Trustland verboden gebied. Ze hebben er ook niet veel te zoeken.
Daar waar het zwarte gebied begint, houden de asfaltwegen op. Je komt ineens terecht in een stukje echt Afrika. Middel van bestaan, landbouw. Nog geen 50 kilometer van de wereldstad Salisbury is de tijd een beetje stil blijven staan. Hier wonen geen revolutionairen. Hier wonen vreedzame, arme, zwarte Afrikanen die mais en pinda's en nog een paar producten verbouwen en die van dag tot dag proberen zo goed en zo kwaad als dat kan in leven te blijven. De huizen waarin ze wonen verschillen niet zoveel van de huizen van hun voorouders. De leem voor de hutten is vervangen door gebakken steen. Je kunt niet zeggen dat de blanken de zwarte hier helemaal aan hun lot overlaten. Overal zijn scholen en de medische zorg is uitstekend. Maar het blijft een armoedebestaan. Veel van de blanke initiatieven dateren pas van de laatste jaren. Ze kwamen tot stand onder druk van de omstandigheden. Rhodesië probeert in de Tribal Trustlands stedelijke centra te stichten om het economisch leven op gang te brengen. Het land beschikt over grote hoeveelheden elektriciteit, opgewekt door kolen- of waterkracht. Maar in grote delen van de Tribal Trustlands komt die elektriciteit niet. Daar moeten de boeren zich behelpen met olielampjes. Onder die omstandigheden komt er van vooruitgang niet veel terecht. De blanken blijken aan de zwarte in de reservaten weinig of geen boodschap te hebben. Dit is Bindura, een kleine plaats 100 kilometer ten noorden van Salisbury. Het ligt in het blanke gebied. Natuurlijk wonen er ook Afrikanen, want zonder zwarte arbeidskrachten kan de Rhodesische blanke economie niet draaien. Een zwart gezin beschikt hier over maximaal één kamer van 10 vierkante meter. Het huis van de eigenaar van een grote citrusplantage. Een van de wonderen van Rhodesië. Vermeld in alle toeristenfolders. Een schitterend gewas, schitterend onderhouden, een lust voor het oog. De onderneming levert een prachtig product tegen concurrerende prijzen. Deze vrouw die de afgevallen vruchten verzamelt, verdient 1 gulden 50 per dag. Haar man verdient er nog eens 100 gulden per maand bij. Ze wonen in een klein, rond Afrikaans huis aan de rand van de plantage. De blanke meester verstrekt ook nog meel en vlees en soms zelfs kleding. Zo gaat dat nog in Rhodesië. De blanke wijst erop dat de zwarten het goed hebben vergeleken bij vroeger. Geen ziekte, geen honger en zelfs een paar centen. Toen zijn grootvader zich hier kwam vestigen, aldus de blanke, bevochten de weinige negers die er woonden elkaar op leven en dood. Ze hebben, aldus de blanke, geen reden tot klagen. Ze hebben het goed. En hij meent het. Rhodesië is een moderne industriestaat. Rond Salisbury ligt een woud van fabrieken. Zwarte arbeidskrachten laten die fabrieken draaien. Sinds de boycott van 1969, toen het grootste deel van de wereld zich verplichtte zijn handel met Rhodesië te staken, heeft er een merkwaardige ontwikkeling plaatsgehad. In de eerste plaats hielden veel landen zich niet aan die boycott. Maar daar waar de boycott effect sorteerde, zorgden de Rhodesiërs ervoor dat effect vrijwel teniet te doen. En meer nog, de boycott bleek een stimulans om zelf die dingen te gaan produceren waaraan een tekort was. Dat kon a. door de ongelooflijke rijkdom aan grondstoffen in Rhodesië en b.
door het aanbod van goedkope arbeidskrachten. En ondanks boycott en blokkade produceert Rhodesia er lustig op los. En via bondgenoot Zuid-Afrika komen die producten nog steeds overal ter wereld. Het is moeilijk de stemming van de zwarte werknemer in de fabrieken van Salisbury te peilen. Goed op de hoogte van wat er zich in zijn werelddeel afspeelt, weet hij dat hij het vergeleken met zijn Afrikaanse broeders elders in dit werelddeel zo slecht nog niet heeft. Hij weet ook dat bij een geforceerde overname van het bestuur door de zwarte bevolking zijn positie gevaar gaat lopen. Maar, en dat willen veel blanken in Rhodesië niet zien, hij voelt de blanke macht en de blanke materiële voorsprong als onrechtvaardig. Sinds een aantal jaren heeft de verbouw van katoen in Rhodesië een grote vlucht genomen. Deze textielfabriek draait daarop. Ze levert een hoogwaardig product dat ondanks de boycott voor 80% wordt uitgevoerd. Er wordt beloond naar prestatie. Hoe harder de negers werken, hoe meer ze verdienen. Zonder die prikkel, zegt de directeur, kan mijn fabriek niet draaien. De fabrieksarbeiders en de kleine ambtenaren wonen in zogenaamde townships, rijen kleine huisjes met een erf en een stukje grond. Ver van de fabriek vaak, altijd ver van de huizen van de blanke bovenlaag. Elektriciteit, volop aanwezig in Salisbury, is voor de meesten niet weggelegd, hoewel het elektriciteitsnet vaak dwars door de townships loopt. Maar de aansluitingskosten zijn voor de arbeiders te hoog. Dus geen licht in de huizen van de zwarte arbeider. Het argument dat ze toch niet kunnen lezen, gaat al lang niet meer op. Want een goede basisopleiding voor de zwarte bevolking is in het belang van de blanke Rhodesiër. Hij is voor zijn lagere kader in fabrieken en kantoren op de zwarten aangewezen. In dat betrekkelijk hoge ontwikkelingspeil van de zwarte Afrikanen in Rhodesië ligt de voornaamste hoop dat het straks, bij een zwarte overname van het bewind, minder chaotisch toe zal gaan dan in andere Afrikaanse landen is gebeurd. Interieur van een trein met 4 klassen. Wij vonden vroeger 3 al zoveel. Conducteur op die trein is een blanke. Hij woont al heel lang in Rhodesië en heeft het, zoals dat heet, gemaakt. Een prachtig huis, 2 auto's, een zwembad, een lieve vrouw en lieve kinderen. Wat hij en zijn vrouw denken en zeggen over het leven in Rhodesië is typerend voor het denken van veel blanke Rhodesiërs uit de middenklasse. I've got no complaints. And I think the majority of the Africans are satisfied with Rhodesia as it is. Do you have any black servants? Yes, I've got a garden boy and a house girl. And how's going on? Are they living here? Yes, they live on the premises. They've each got their own room. Uh-huh. And they seem to be quite happy. Yeah. Are you paying them a monthly fee or? Yes, they get paid monthly and then every week they get food, you know, meat and mealie meal and soap and sugar and tea. For this one I've worked for 2 months now. Uh-huh. Yeah. You're satisfied? So it's 10 months. Pardon? You're satisfied? Yeah, satisfied. Where are you living now? Now? Yeah. I'm staying here. Where? Show us. In this car of mine. Can we have a look? Yes. So you're living here alone now? Yes. I'm not settled yet. So I can't say I'm pleased with my life now. Because I have not reached the stage I liked. Mm-hmm. Yeah. But you think you'll ever reach it? Ever reach it? Yeah. Oh, no.
We've built up our home in this country and we like it. It's an absolutely wonderful country. And why should we just hand it over to the black Africans when we've worked so hard to accomplish everything that we have? I mean, 80 years ago, when the first European came to this country, they were savages fighting each other and whatnot in tribal warfare. And I mean, the European has brought them up to what they are today, and still they are spending a lot of money on their education and housing and all this type of thing. And if only they would work with us, they could eventually get up to our standard. Do you think that will happen ever? Well, it depends on the African themselves, whether they're prepared to do this or not. I can't say if they will. They seem to have this thing in their heads at the moment about majority rule, and Ian Smith is not going to give it to them. So they're going to have to either agree to live, you know, and learn and become like the European is now, or else there's most probably going to be a war. Imagine that there's going to be a war. What are you going to do, you and your family? Stay here and fight. What else is there to do? There's nowhere to go, and we don't want to leave this country. It's a very nice country. And after all the things we've built up here, why just hop out of the country and leave it to the African to take over and just bring down again to what it was 80 years ago? Because this is what will happen. They won't build up the country. They'll bring it down. They have to have European supervision, you know, somebody that can tell them which way to go. We have more than sufficient people for the jobs when we attain majority rule, because obviously in this country we are far more educated people than the countries that got independence before us. We have actually more than the necessary supply we need for the job of running a government. Anyway, we don't, you know, envisage a situation in which the whites will all run away. We believe that... No, that's... They stay. And yes, they can take part in the government. Why not? Why not? We are not racialists. We are not expelling the whites. They must submit to the decision of the majority rule. They must accept the decision of the majority of the people. That's all we want. Mm-hmm. Nobody is saying the white man must go. But if he feels that he cannot stand a black government, or he is averse to the existence of a black government, then... We'll give him.